speel ik Minecraft Skyblock, maar ik zit vast in een wereldborder. En de enige manier om de borden groter te krijgen is door levels te verzamelen. Want voor elk level wordt de border 2 blokjes groter. En oh ja, wist je dat jij ook kan helpen? Want voor elke 500 duimpjes omhoog in deze video wordt de border 1 blokje groter. En ik zie dat het nu al werkt, dus druk zeker op die duimpjes omhoog. En vergeet zeker niet om te abonneren op mijn kanaal voor een koekje. Oké, Lotte, daar staan we al op een Skyblock Island met een border om ons heen, zoals je kan zien. En de enige manier om de border groter te krijgen is door hulp van de kijkers, omdat ze op een duimpje omhoog drukken of om levels te halen, Lotte. Inderdaad, Dennis. Want elk level dat we krijgen, wordt de border 2 blokjes groter. Wow. En op die manier kunnen we dus van ons Skyblock eiland, bijvoorbeeld naar het eiland daar verderop, inderdaad, of het Nether eiland daar in de verte, of alle andere eilanden, Lotte. Ik ben zo benieuwd. En ja, zoals je kan zien zijn er echt mega veel eilanden die we moeten ontdekken. Alleen, ja, zoals ik al zei, de border wordt groter per level wat we halen. Dus als jij een level haalt, of als ik een level haal, Lotte. Oké, dan. En nu zal ik een paar kleine dingetjes vertellen die handig zijn om te weten. Levels kan je namelijk halen door animal breeding. Oftewel, ja, dat je dieren met elkaar dingetjes laat doen en dan krijg je een extra diertje erbij. Oké, door monsters te killen of andere, ja, dieren kan je ook killen. Je kan het krijgen door ores te minen natuurlijk. Dus heel wat, kool en dat soort dingetjes verzamelen, dan krijg je heel veel XP. Alles natuurlijk in de oven doen. Dus alles wat in de oven gaat, eten maken en dat soort dingen. Je kan ook het smelten van ores geeft heel veel XP. Vissen, ruilen natuurlijk met villagers, XP bottles en sommige achievements volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Dus redelijk veel dingen dus. Maar we hebben hier gelukkig op ons Skyblock Island al één kistje staan, Lotte. En we hebben dus een blokje ijs. Het. We hebben lava en daarmee kunnen we al een cobblestone generator maken. Maar steen geeft volgens mij geen XP als ik het goed heb. Volgens mij ook niet, Dennis. Wat we ook hebben is natuurlijk een wheat seed. We hebben 3 bones. Daar kunnen we heel goed boommeel van maken. We hebben 2 chicken spawn eggs voor 2 kipjes. En dan hebben we een sapling. En we hebben 11 bottles of enchanting, Lotte. Oké, dan. Ik denk wat het beste is om te doen is dat we de zaadjes hier op ons eiland gaan verzamelen. Kijk, we hier een zaadje uitkrijgen wat extra is. Ik heb niks gekregen, helaas. Ik heb letterlijk niks gekregen. Dit gele bloemetje haal ik ook weg, want daar kan ik mooi gele verf van maken, Lotte. Kijk, ze en hier een rood bloemetje. En laten we dan de boom gaan omhakken en dan hopen dat we van de boom een sapling krijgen, Lotte. Want we moeten dus proberen om te overleven op deze skyblock, oké? Ik ga sowieso als eerste een crafting table maken. Dat is sowieso heel erg handig om te hebben, Lotte. Ja, zal dat is sowieso kist neerzetten? Handig. Dat lijkt me wel perfect. Oh, we hebben ook zand! Oh, hebben we letterlijk zand op ons eiland? Oké, hoe diep is onze skyblock eigenlijk? Je kan ook dingen in de oven doen, hè? Eén blokje naar beneden, Lotte. Nog één blokje naar beneden. Oké, nog eentje dan. Vooruit. Lotte? Ja? We hebben een probleem. Je hebt al het gras weggehaald. Wacht, ik heb een idee. We moeten eigenlijk levels halen zodat we naar dat eiland denken. En dan connecten we dit eiland weer eraan. Ik weet hoeveel dat werkt. Dat letterlijk kost. Ja, maar Dennis, het moet wel. Oh, nee. Lotte, dit is zoveel extra werk. Oké, ik pak de bottles, oké? Oké, Dennis. Oké, ik heb één level en dat betekent dat de border dan 2 blokjes groter wordt nu. Oh, en Dennis, ik heb gewoon een connect. Oh, maar we komen er net niet bij mee. Dan Oh, Lotte, we moeten op de saplings letten. Die zijn heel erg belangrijk om te hebben. Ik heb er 1 gekregen, dus dat is wel belangrijk. Dan hebben we dus sowieso genoeg. Oké, inderdaad, Dennis. Zal ik nog een level gooien op mezelf? Ja, doe dat maar, Dennis. Aan de kant, Lotte, aan de kant. Anders krijg ik... Wacht, nee, jij een level, Lotte. Ja, oh ja. Gooi jij er eentje op jezelf. Dat is beter. Komt niet. Hoppé. Ja, Oké, kunnen we nu bij deze kist, volgens mij. Oké, voedsel erin zitten en... Oké, een emmertje water. We hebben 2 schapen en we hebben heel wat seeds. Oké, dat is heel erg handig om te hebben, Lotte. We moeten dit eiland ook helemaal hebben. En ik hoop dat het een beetje snel gaat, dat dit gras letterlijk... Ja, dat het dirt letterlijk allemaal verandert in gras, Lotte. Dat zou wel fijn zijn. Inderdaad, dat zou echt top zijn. En het gaat al wel een beetje vooruit, tenminste. Weet je wat handig is? Als jij alvast de cobblestone generator maakt, dan wachten we totdat alles weer gras is, oké? Oh ja, dat is wel slim inderdaad. Goedemorgen, Lotte. Goedemorgen, Dennis. Het is weer letterlijk een dag later en we hebben gelukkig weer gras overal een beetje. Alleen hier nog een klein beetje, maar we hebben tenminste een cobblestone generator, Lotte. Yeah. Dus het is handig als we alvast een begin gaan maken aan de rest. Dus en weet je wat ook handig is? We moeten de tables sowieso beneden neerzetten en de kist ook. Dus laten we ervoor zorgen dat ze er niet van het eiland al vallen. Oké, die zet ik lekker daar neer. En als je de kist ernaast neerzet, ik heb hier nog ook al een kist. Oké, wat ik kan doen is, ik ga even planks maken. En van de planks maak ik een paar sticks. Want met de sticks kan ik natuurlijk alvast een pickaxe maken, Lotte. Kijk eens aan. Ja, dat is wel slim inderdaad. En ik denk dat ik ook een klein zwaar
kaartje maken op deze manier. Ter bescherming voor de monsters die dan komen. Kijk eens aan, perfect. Oh, we moeten echt nog één level dat kunnen we nog boven maken. Kunnen we dus letterlijk het kobbelstone verzamelen op deze manier. Oh, dit is echt perfect. Dit is echt perfect. Oké, zo, dit verzamelen. Oké, dan kunnen we letterlijk op bijna het hele eiland gebruiken wat hier zit, Lotte. En zal ik hier anders de twee diertjes neerzetten, de twee schapen? Nou ja, is goed, Dennis. Vul maar. We moeten wel oppassen, want schapen eten natuurlijk heel veel gras. Oké, kijk eens aan. Ik zet jullie daar neer. Dennis, heb je hout voor mij, Sticks? En ik heb zeker wel Sticks voor haar. Laten we heel even teruglopen. Kijk eens aan. Ja. En twee Sticks. Hier heb je Lotte. Dankjewel. Dan kan ik even een andere pickaxe maken namelijk. We moeten ook echt het eiland een beetje gaan uitbreiden. Dat is sowieso ook wel heel erg belangrijk om te doen. Ja, dat is waar, inderdaad, Dennis. Blokken, denk je, Lotte, dat we nodig hebben om bij dat eiland daar te komen? Want volgens mij zit de borden er al bijna, letterlijk. Dan een hele goede vraag, Dennis. Okay, wat als ik dit zo op jou gooi en... Hoppa! We hebben weer een stukje groter volgens mij nu. Okay, Lotte, want jij was nog een heel erg laag level. Nu komt de borden al helemaal tot hier, letterlijk. Inderdaad, Dennis. Wow. Okay, ik denk sowieso nog niet dat we een van deze eilanden hier in de verte gaan halen. Maar het eiland dat helemaal voor ons zit, die kunnen we misschien wel halen, Lotte. Ik denk het ook, Dennis. Yo, ik hoop het. Wat we trouwens moeten doen is sowieso het eiland gaan uitbreiden. Ook voor de schaapjes en dat soort dingen. Want ik ben heel erg bang dat ze ervan afvallen. En dat is het laatste wat we willen, Lotte. Dat is inderdaad waar, Dennis. En wat ik denk ik ook ga doen is heel wat zaadjes weer terugplaatsen. Is dat niet zometeen heel erg handig om te doen dat we een kleine farm gaan bouwen, Lotte? Ja, inderdaad, Dennis. Ik wou net zeggen, we moeten een farm gaan bouwen, inderdaad. Want ik heb hier gewoon een emmertje water. Dus als ik natuurlijk gewoon een ho ga maken, dan kan dat. Eén klik speler uit, Dennis. Emmertje water, dus zo naast. Kijk eens aan. En dan de zaadjes. Heb je nog een emmer water, Dennis? Perfect. Ja, die had ik gekregen uit die andere kist, Lotte, van het andere eiland. Oh, dit is echt dom. Al een Infinity Water Source kunnen maken, Dennis. Ja, ik kan hem hier toch weer pakken, Lotte. Oh ja, dat lijkt me verstandig om te doen, Dennis. Dan heb je oneindig water. Nou, laten we de Infinity Water Source dan hier gaan maken, denk ik, op deze plek. Oké, het water in die hoek en het andere water in die hoek. En kijk eens aan, we hebben oneindig water. Oké, dit is perfect, want dit water kan ik goed gebruiken om hier naast de farm te zetten. Kijk eens aan, zo, het water daar. Oké, dit is perfect, Dennis. Meer water. Dan ga ik gewoon overal letterlijk water plaatsen ernaast. Ondanks dat het niet dat is toppie. Maar kijk eens aan. Als je het ongeluk van het eiland afvalt, kan je misschien nog zelf redden, hè? Ja, precies, Dennis. Oké, een beetje daar zo. En dan nog een klein beetje hier aan de zijkant. Oké, dit is echt perfect, Lotte. Het begint al aardig goed op te lijken, dit eiland. Ja, dat klopt, Dennis. Maar we moeten echt XP hebben. We hebben echt veel meer XP nodig. Maar ik heb nog XP-bottles, Lotte. Dus ik ga er wel 1 of 2 op me gebruiken. En kijk eens aan, weer een stukje groter. Maar toppie. We zijn er letterlijk echt bijna bij dat eiland. Ik ga ze gewoon allemaal gebruiken. Nog één. Ja, kom op, Dennis. En nog één. Oh, ik ben bijna level up, Lotte. Bijna. Er is een boom gegroeid hier, letterlijk, voor mijn neus. En mochten jullie trouwens willen dat we dit vaker doen, doe dan zeker een duimpje omhoog. En laat het weten in de reacties natuurlijk. Misschien dat we het een keer in de normale wereld ook kunnen proberen, Lotte. Dat lijkt me ook wel heel erg vet in plaats van dat is ook super vet, Dennis. Maar het is wel een heel avontuur of we dit überhaupt kunnen afspelen, Lotte. Dat we naar elk eiland kunnen gaan. Dat lijkt me zo vet. En ja, dat de is kijkers wel heel kunnen natuurlijk... Hey, ik heb een appeltje gekregen. Oh, een appel! De kijkers kunnen natuurlijk ook helpen, Lotte, met allemaal duimpjes omhoog doen. Want dan wordt de borden ook steeds groter en groter. Ja, dat is inderdaad waar, Dennis. Oké, ik heb 9 hekjes gemaakt. Alleen, je staat in de weg, meneer de schaap. Ik moet een klein beetje dat is niet handig. Eens even kijken, als ik hier nou een deurblokje plaats, kan ik er dan net zoveel smoot in deze boom. Oké, dat gaat perfect. Oké, en hier een, daar de een. Hier moet nog een deurblokje. Wat heb je nog met dirt over toevallig? Volgens mij niet meer, dacht ik, Dennis. Sorry. Maar dan schaap ik heel even aan de kant. Sorry, meneer de schaap, maar je moet aan de kant. Staat in de weg, letterlijk. Ik ga deze boom ook omkappen, denk ik, Lotte. Deze birchboom. Ja, dat is ook heel handig om te doen, Dennis. Zal ik ook alvast de kippen daar spannen, Lotte? Ja, is goed, Dennis. En misschien dat je dan kan breeden. En dan ga ik ze een zaadje geven, inderdaad. Zo. Jij een zaadje en jij een zaadje. En volgens mij krijg ik dan niks mee erbij. Ja! En we zijn weer een stukje groter, Lotte. Doe jij dan een eiland, volgens mij. Oké, okay, kom op. Ik wil daar naartoe. Kijken. Kunnen we daar bijna bij? Oh, echt bijna, Lotte. Hoe dan? Hij was net ook zo ver. Ja, ik denk dat hij een stuk... Oh, hij groeit nog. Zie je dat? Oh, ja. Hij gaat langzaam, inderdaad, Dennis. Hij gaat langzaam naar voren. Hij gaat natuurlijk 1 blokje opzij en 1 blokje ook naar voren, Lotte. Oké, we moeten nog 1 level hebben en dan kunnen we bij de barrel. Weet je wat, Lotte? Ik ga 1 bone meal
op de farm doen, oké? Okay? Kijken of ik dan zo... Ik heb dan wat wheat. Zo, en dan er daar ook zo veel dingen in. Oké, en dan pak ik er eentje daarvan. Daar. Sorry, schaapjes, maar jullie lussen letterlijk geen zaadjes. Oké, ik heb wel toortjes, Lotte, tenminste. Oké, dat is fijn, Dennis. Want er valt zoveel steen. En ik kom wel in de lava. Ik plaats even overal hier zo. Daar en daar. Hallo, kippetjes. Heb je al een trek? Nee, nog niet. Oké, als jullie trek hebben, zeggen jullie het maar. Oh, Lotte, het gaat er heel lang duren voordat we level omhoog zijn. Oh, Dennis, ik heb weer een kippie erbij. En ben je daar dan level omhoog? Yep, ik ben level omhoog. Bijna bij de barrel, bijna bij de barrel. Als hij nog één blokje groter wordt, wordt hij nog groter. Oh, kom op, Lotte. Ik kan hem gebruiken. Ik kan hem aanraken, gewoon letterlijk. Kom op, nog één. Er moet toch nog eentje groter gaan, volgens mij. Of wel. Eentje opzij en eentje naar voren, denk ik. Ik denk het ook, Dennis. Mochten jullie nou ook willen weten, net zoals mij, wat in die barrel zit, laat het weten in de reacties. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei, doei.